De evacuatie van tienduizenden gestrande toeristen in Egypte is in volle gang. We just want to go home and we are scary, really. En ook Egypte houdt er nu rekening mee dat het een bomaanslag was op het Russische passagiersvliegtuig dat vorige week crashte in de Sinaï. Verder in het nieuws vandaag. Aanpak van scheefwoners lijkt nauwelijks te werken. En drie locaties in de race voor een nationaal monument voor de MH17. Goedenavond. Tienduizenden toeristen wachten in Sharm el-Sheikh op een vlucht terug naar huis. Rusland stuurt tientallen vliegtuigen om gestrande reizigers op te halen. En ook Nederlandse tour operators halen dit weekend hun reizigers terug. Onder strenge veiligheidsmaatregelen. Alles wijst erop dat er een bom aan boord was van het Russische vliegtuig dat afgelopen week neerstortte. Egyptische onderzoekers vinden die conclusie nog steeds te voorbarig. Maar ze geven wel toe dat er iets opvallends te horen is op de cockpit voice recorder. Although the CVR team is still in the phase of writing the transcript, which will take time to finalize, a noise was heard in the last second of the CVR recording. Naar huis. Voor deze Russische toeristen zit de vakantie in Sharm el-Sheikh erop. Zij kunnen mee met een vliegtuig, maar hun bagage niet. How cool will do it, I don't know. I can't say goodbye to my baggage. Are you worried that you? Yeah, sure, sure. Nederlandse toeristen die met reisorganisatie Thomas Cook reizen, mogen hun koffers wel meenemen. Voor vandaag heeft Transavia samen met KLM mensen van KLM Security meegestuurd op de vluchten die nu naar Marsa Alam en Hurghada onderweg zijn. En die gaan de koffers extra checken, waardoor de ruimbagage vanavond wel mee terug mag. In Sharm el-Sheikh is Nicole Lefevre. Nicole, er zitten daar dus nog tienduizenden toeristen. Hoe zijn ze eronder? Nou, de meeste mensen die reageren er eigenlijk vrij rustig op. Er is geen sprake van paniek. Je moet je ook voorstellen, het is een klein vliegveld hier in Sharm el-Sheikh. En qua veiligheid en qua logistiek is dit een enorme operatie. De capaciteit die is beperkt. Nou, de veiligheidsmaatregelen, eerder op de dag vielen die nogal wat tegen. Je kon zo overal rondlopen, bagage kon je laten staan zonder dat mensen er wat van zeiden. Maar later op de dag werden die veiligheidsmaatregelen echt aangescherpt en kon je het vliegveld niet meer op. En vertrok eigenlijk het ene toestel na het ander. Maar ja, de capaciteit is beperkt, dus zullen veel mensen nog een aantal dagen moeten wachten. En de een die reageert daar beter op dan de ander. Het publiek is dan wat kleiner. De inzet van het Russisch-Oekraïense animatieteam is er niet minder om. Op het strand lijkt niets aan de hand, maar veel toeristen zijn klaar voor vertrek. People, what? Bagage? Yes, yes. Are you afraid? Yeah. Ну, как сказать? A little. A little. Wie weg kan, die vertrekt. Voornamelijk mensen uit Engeland en Rusland. Ze gaan naar huis. Een eindeloze reeks van mensen die het land verlaten. Terwijl de Egyptenaren ze smeken om toch vooral te blijven. En ik zeg de hele wereld, van all of us, Egypte is safe. En Sharm is safe. En don't ever, ever say something bad about Sharm. We're all waiting for you to come back. De drukte is heel wat voor het kleine vliegveld. Duizenden mensen kunnen niets anders doen dan wachten. We just want to go home. And we are scary, really. Yeah? Yeah, I think so. You're afraid something might happen? Yeah. Alhoewel niet iedereen er zo over denkt. We're waiting to be picked up now, but we don't know yet whether the flight's leaving. If they tell you you have to stay another week. Well, I wouldn't be too disappointed. Beautiful place. En Nicole, we zagen smekende Egyptenaren om te blijven, want voor die regio moet het een enorme klap zijn.
Ja, Sharm el-Sheikh is eigenlijk één aan één schakeling van allemaal grote resorts. En er worden dus steeds meer bijgebouwd. Het zijn er echt honderden. En terwijl in de rest van het land veel toeristen wegbleven na de Arabische lente en de onrust die daarop volgde, bleven de mensen hier komen, met name de Russen. En iedereen die leeft ervan, ook mensen uit andere delen van het land, komen hier naartoe om een bron van inkomsten te hebben. Het gaat economisch al heel erg slecht met Egypte. Als dit ook nog wegvalt, is dat voor veel mensen niet minder dan een ramp. Nicole, dankjewel. Het lukt maar niet om genoeg mensen te laten verhuizen die eigenlijk onterecht in een sociale huurwoning zitten, omdat ze te veel verdienen. De zogenoemde scheefwoners. Zelfs extra huurverhogingen voor die groep hebben niet gewerkt, zeggen de woningcorporaties. 418.000 huishoudens verdienen eigenlijk te veel om recht te hebben op een sociale huurwoning. En te veel, dat is boven de 35.000 euro per jaar. Dat betekent dat 15% van alle sociale huurwoningen bezet wordt gehouden door iemand die te veel verdient. Ondanks alle maatregelen is dat maar 3% minder dan een paar jaar geleden. Het gevolg is dat tienduizenden mensen soms 5 jaar of langer op een woning moeten wachten. Een belangrijk probleem is volgens de corporaties dat ze voor een sociale huurwoning nooit meer dan 710 euro mogen vragen. En daardoor worden scheefhuurders nooit echt geprikkeld om te verhuizen, want een ander huis is meestal veel duurder. De extra huurverhoging die nemen ze dus maar voor lief. Johan Kersten betaalt 630 euro huur per maand. Hij woont daarvoor samen met kat en vriendin in een flat van 75 vierkante meter. Toen hij hier 8 jaar geleden kwam wonen, was er nog niks aan de hand. Maar inmiddels verdient hij samen met zijn vriendin eigenlijk te veel. Maar verhuizen is geen optie. In deze regio is er geen plaats voor mensen die iets boven de maximale grens verdienen om hier daar een woning voor te vinden. Een koopwoning is te duur. En voor een huurwoning in de vrije sector verdienen ze te weinig. Wat voor prijzen moeten we dan denken voor hetzelfde aantal vierkante meter? Zeker 900 euro plus. Hier in de regio. Dus een derde erbij. Een derde erbij. En met particulieren heb je ook een minimale inkomenseis. En daar voldoe ik absoluut niet aan. Door scheefwoners als Johan meer huurverhoging te geven dan anderen, heeft de overheid de afgelopen jaren geprobeerd om hun uit hun woning te krijgen. Maar die strategie werkt alleen als er ook voldoende woningen zijn om naar door te stromen, zeggen de corporaties. Als je scheefwonen wil tegengaan, is het met name belangrijk om aanbod te creëren waar mensen naartoe kunnen. Dat betekent middeldure huurbouwen tussen 700 en 900 euro. De corporaties mogen dat niet meer. Het kabinet verwacht dat de markt dit oppakt. Alleen de markt laat zich niet zo makkelijk sturen. En die kiezen er toch voor om 1000 euro te vragen in plaats van 700 euro als dat kan. Zolang er geen betaalbaar alternatief is, blijft ook Johan zitten waar hij zit. Ook al zit hij misschien scheef. Ik blijf hier zitten, met plezier wel. En ben rustig aan het rond aan het kijken. Minister Blok van Wonen zegt dat hij er nog steeds vertrouwen in heeft dat het beleid op termijn zijn vruchten gaat afwerpen. Hij heeft het wel eens vaker gezegd, maar liet er ook vandaag geen misverstand over bestaan. Zolang Sybrand Buma de leiding heeft, regeert het CDA nooit meer met de PVV. Dat zei hij tijdens het najaarscongres van zijn partij. De achterban belonen zijn uitspraken met groot applaus. Vraag een willekeurig lid van het CDA hoe die terugkijkt op het regeren met Wilders en je krijgt ongeveer dezelfde strekking. Ik vond het verdrietig. Ja, maar emotioneel was het een ramp. Het heeft ons zoveel kwaad gedaan. De PVV staat nu hoog in de peilingen, maar Buma is helder. Wilders heeft een puinhoop van het regeren gemaakt. Hij liep weg toen het moeilijk werd. Hij maakt ruzie met iedereen. Ik verzeker u, het CDA gaat onder mijn leiding niet meer met de PVV regeren. Zegt Geert Wilders, u verkoopt uw moeder nog voor de macht. Ja, dat soort teksten zijn precies de redenen waarom ik hier zeg, het CDA gaat niet meer met Geert Wilders regeren. Maar hij staat wel hoog in de peilingen. Ja, maar hij zegt ook teksten waarmee ik zeg, op die manier bouw je geen vertrouwen, maar gooi je alle vertrouwen weg. Verder sprak Buma veel over vluchtelingen. Zo vindt hij dat vluchtelingen, als hun land veilig is, moeten bijdragen aan de opbouw van het land van herkomst. Geert Wilders zelf was vandaag in Rotterdam om te flyeren tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De PVV doet daar in 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Twee slachtoffers van de brand vorige week in een nachtclub in Roemenië zijn overleden, kort nadat ze vanochtend naar Nederland waren gevlogen.
In totaal waren 9 patiënten aan boord die naar Nederland kwamen voor zeer specialistische brandwondenzorg. De toestand van 1 patiënt was bij aankomst zo slecht dat er meteen gereanimeerd moest worden. Maar dat mocht niet baten. Een ander slachtoffer overleed aan een complicatie tijdens de ambulancerit van het vliegveld naar het ziekenhuis. Bij de brand vorige week kwamen 39 mensen om het leven. In Krommenie is afgelopen nacht een man op straat doodgeschoten. Het is een 27-jarige man uit Krommenie, een bekende van de politie. In Amsterdam-Noord, niet verder vandaan, vonden agenten een brandende auto. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is met de moord. Schumel Software is het woord van 2015 geworden. Het verwijst naar de software waarmee Volkswagen milieuinspecteurs om de tuin wist te leiden. Leden van het genootschap Onze Taal hebben Schumel Software gekozen uit 10 genomineerde woorden, waaronder vluchtelingencrisis, Vira-debakel en worstangst. Dit is een historische handdruk. Voor het eerst in meer dan 60 jaar ontmoeten de presidenten van China en Taiwan elkaar. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en erkent Taiwan dus niet. Maar de laatste tijd worden de banden voorzichtig aangehaald. Helemaal koekenij is het nog niet. De twee presidenten spraken elkaar aan met meneer. Simpelweg omdat ze elkaar niet erkennen als staatshoofd. Morgen zijn de eerste democratische verkiezingen in 25 jaar in Myanmar. Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi gaat die verkiezingen hoogstwaarschijnlijk winnen. Maar president wordt ze niet. De grondwet verbiedt namelijk dat iemand met familieleden met een buitenlands paspoort president kan worden. En haar zoons hebben een Brits paspoort. Het leger houdt ook op een andere manier grip op het land. Militairen houden sowieso een kwart van de parlementszetels. Dit zijn haar verkiezingen. Elke poster, elke verkiezingsbijeenkomst staat in het teken van de dame, van Aung San Suu Kyi. Zelfs de critici scharen zich nu even achter haar, want er moet fors gewonnen worden. Dat is wat nu telt. Aung San Suu Kyi is the most popular and the most supported person in our countries. So we must support Aung San Suu Kyi. Alleen met haar populariteit kunnen de ex-militairen worden verslagen. De grote vraag is alleen, zullen die hun macht zomaar afstaan? Our people are still thinking about the 1990 elections. And for the 2015 elections, they have a worries. 1990. In dat jaar won Aung San Suu Kyi de verkiezingen. Maar de junta greep de macht en sloot haar op. Kan dat weer gebeuren? Deze oppositiekandidaat is tijdens de campagne aangevallen met een zwaard. Is dat misschien een bewijs dat de rust nog niet helemaal te vertrouwen is? Misschien valt het mee. Alles is nu immers anders dan in 1990. De militairen zitten in het parlement. De economie groeit, dus waarom zouden ze een coup plegen? Myanmar heeft jarenlang in angst geleefd. Dat is door de hervormingen nu een beetje voorbij. Bij deze verkiezingen overheerst het optimisme. Behalve bij één bevolkingsgroep, de Rohingya. Die verwachten helemaal niets van de verkiezingen. Ze zijn banger dan ooit. Rohingya zijn de paria's, de bootvluchtelingen. Zelfs Aung San Suu Kyi wil ze niet verdedigen. Hun staatsburgerschap is ze afgenomen. En nu zijn ze illegaal in eigen land. Ik kom van Rakhine. Maar ik kan niet gebruiken. Ik kom van Rakhine State. Als ik openly. Talk any friend, I come from Rakhine State. Government cash and government punish every time. In Myanmar leven naar schatting 800.000 Rohingya. Dit voorjaar vluchten er duizenden per boot naar buurland Maleisië. Een Amerikaanse onderzoekscommissie waarschuwde vorig jaar voor een dreigende genocide. Er komt een nationaal monument voor de slachtoffers van MH17. Maar waar? Vlakbij Schiphol, in Eindhoven of in Den Haag? Vandaag zijn de locaties gepresenteerd aan nabestaanden door de stichting Vliegramp MH17. 3 locaties dus, met 3 verschillende uitgangspunten. Vertegenwoordigd door 3 nabestaanden. Ze verloren alle 3 dierbaren door de ramp met MH17. En nu vinden ze tijd voor een monument. Maar ze hebben alle 3 een andere locatie op het oog. Hier moeten 298 bomen komen, geplant in de vorm van een groen lint. Hier, omdat we heel dicht bij Schiphol zitten. Schiphol is de plek waar
de slachtoffers van de vlucht bij elkaar kwamen, waar ze afscheid genomen hebben van hun dierbaren, maar die ook heel goed bereikbaar is voor juist de buitenlandse nabestaanden. Een andere mogelijke locatie is de ambassadewijk in Den Haag, achter het Vredespaleis. Den Haag is een internationale stad van vrede en recht. Vrede en recht zijn twee dingen die bij MH17 heel nadrukkelijk spelen. En deze plek is achter het Vredespaleis in de schaduw van vrede en recht. Bovendien, als je op de kaart van Den Haag zou kijken naar de ambassades van de 9 grieving nations, en je trekt daar lijnen tussen, dan kom je precies hier uit. Het initiatief uit Eindhoven draait om een monument bij het Evoluon. Het monument hier bij het Evoluon in Eindhoven heeft de bedoeling om in de tuin een plaket aan te brengen op de grondwal, waar ook de vlaggenmasten staan, waar de vlaggen kunnen worden gehesen, waar alle namen op die plaket worden aangebracht. Als je erin staat, gaat er als het ware een verbinding ontstaan tussen enerzijds de nabestaanden op de grond en de dierbaren die ergens anders ver weg zijn, alsof als het ware je door het dak heen zou kunnen contacten met elkaar. Het andere idee dat hij heeft voor een monument is hier. Op de plaats waar de slachtoffers terug in Nederland kwamen, wil hij een grote bronzen plaquette plaatsen. Verschillende ideeën waar er één van moet worden gekozen. Zij begeleidt nabestaanden van MH17 en is zich bewust van het dilemma. Het belangrijkste is dat zij mogen bepalen hoe dat monument eruit komt te zien en dat anderen, en dan bedoel ik ook de overheid, zich daar verder niet mee bemoeien. Het moet een plek zijn die de nabestaanden en alle andere betrokkenen omarmen, want dan wordt het van jou. De nabestaanden kunnen de komende week hun voorkeur kenbaar maken. Het monument moet worden onthuld op 17 juli 2017, 3 jaar na de ramp. April doet wat hij wil, zeggen ze wel eens. Maar november komt dit jaar ook behoorlijk eigenzinnig uit de hoek. Meestal is rond deze tijd de winter in aantocht. Maar vandaag was het de warmste 7 november sinds 1901. Dus sinds meteorologen de temperaturen officieel bijhouden. Zonder jas een balletje trappen in november. Dat kun je nog geen winter noemen. Het is vooral overdag uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. En dat zie je als je om je heen kijkt. Vooral aan het gras is het heel goed te zien. En zullen mensen ook in hun achtertuin hebben. Dat begint weer te groeien. Als die temperatuur boven 10 graden is, dan komt dat gras weer in beweging. En misschien moeten mensen wel weer gaan maaien. Ja, kijk, hier heb je ook gewoon nog bramen. Die gaan ook gewoon door. Nou, lekker voor de vogels. En ook bloemen laten zich weer zien waar weer andere dieren op afkomen. Zodra de zon een beetje gaat schijnen, dan komen ze tevoorschijn. Dan gaan ze nog net even wat drinken. En dan kunnen ze dus net even wat extra energie verzamelen. Vlinders. Normaal gesproken vliegen er in november nog zo'n 6 soorten van rond. Maar dat zijn er nu veel meer. Ja, er zijn buitengewoon veel vlinders nu. Echt al 20 soorten zijn er gezien deze week en dat is heel bijzonder. De soorten die hier overwinteren is vrij normaal. Maar er zijn dus ook heel veel soorten die gewoon normaal gesproken in oktober doodgaan, die nu er nog steeds zijn. Waar er ook meer van zijn, maar waar we misschien iets minder blij van worden. Ja, een heel kleintje. Teken. Ja, die zijn dus gewoon nog actief. Het is gewoon door die hoge temperaturen blijven die beesten ook gewoon actief. Dus even controleren op tekenbeten als je dit weekend in het bos loopt. Maar verder vooral genieten. Uniek is het allemaal niet, maar wel bijzonder. Nou Willemijn, hoe lang blijft het dan nog zo? Ja, het wordt iets minder zacht, maar het blijft nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. En dat, ja, dat houdt voorlopig nog wel aan. Winter heb ik dus nog niet in de aanbieding voor u. En vandaag was het ook een bewolkte dag. Later brak op een aantal plekken wel de zon door. Het was ook een vrij rustige dag. Nou, naar mijn idee, ideaal weer om lekker te roeien. Op dit moment waait het wel heel erg hard. Vooral in het noorden van het land, noordwesten van het land. Op het Waddengebied bijvoorbeeld staat een stormachtige wind. Gaat later wel wat afnemen, maar heeft alles te maken met dit lage drukgebied wat zo langzaam ten noorden van ons wegtrekt. En u ziet ook, die lijnen van gelijke drukte, isobaren, die liggen heel erg dicht op elkaar. Wat voor morgen voor ons interessant is, is deze punt hier, die uitloper van dat hoge drukgebied. Dat heet een rug. Nou, dat heet zo als het aan weerszijden eigenlijk omringd wordt door gebieden met lage druk. Dat is in dit geval ook zo. En die trekrug, die trekt over ons land heen richting het oosten. En dat zorgt bij ons voor een rustige, maar ook droge dag met van tijd tot tijd zon. Ja, en later gaat bij ons de wind weer toenemen dankzij een nieuw lage drukgebied. Maar goed, dat is morgenavond pas. Vannacht dus in eerste instantie dan nog wind in het noordwestelijke kustgebied. Regen ook nog even, maar u ziet ook wel dat de laatste buien het land eigenlijk uittrekken. Hogeveen viel de afgelopen 1,5 uur, zo'n 10 mm in korte tijd. Dus het kan even stevig plensen, maar daarna wordt het dus weer droog.
Die wind gaat in de loop van de nacht ook afnemen. Aan het eind van de nacht een zwak tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Koelt af tot een graad of 10 gemiddeld. En er kan ook lokaal wel wat mist ontstaan. En morgen dus, dankzij die trekrug, een droge dag. Wel met wat wolkenvelden, maar zeker ook wel met wat zonneschijn. Het blijft droog. Het wordt een graad of 15. Die 18 graden die we vandaag bijvoorbeeld op veel plaatsen hadden, dat gaan we dan weer niet halen. Maar 15 graden is nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. Een zwak tot matige wind die langzaam wat draait richting het zuidoosten. Maandag en dinsdag worden vooral gekenmerkt door behoorlijk wat wind. Maar de temperatuur blijft dus de komende dagen zo rond die 15 graden. En dat is echt te zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Tot zover het NOS Journaal. Met 10.000 toeristen, waaronder enkele honderden Nederlanders, die wachten in Sharm el-Sheikh om opgepikt te worden onder strenge veiligheidsmaatregelen. En om 10 uur is er Nieuwsuur op NPO 2 met daarin het justitieonderzoek naar oliereus ExxonMobil in de VS. Die zou pseudo-wetenschappers hebben ingehuurd om de gevolgen van klimaatverandering in twijfel te trekken. Heel fijne avond verder.